is nog steeds ziek, dus voor mama nog steeds beterschap. Dus ik spreek er wel even elke dag om te kijken hoe het gaat met haar. Zo, ik doe het even zo, want dan zie ik veel meer. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen. Ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer de eerste kerstdag. Dus dat betekent 25 december 2021. En het is nu 10:10. Ja, ik zit nou nog even een beetje half in mijn mondjes. Ja, ik ben nog een vlog aan het editen die zo meteen nog online moet komen. Ja, ik ben een beetje laat af en toe. Maar oké, wij wensen jullie wel heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. En ben lekker met Lady aan het lopen. Roos met de twee zusjes aan het lopen. Ja. En het is stralend mooi weer. Oeh, lekker is dit. Heerlijk. Hé, Leid. Lekker, hè? Zonnetje in mijn Mickey. Heerlijk. Zo. En dat lekker op de eerste kerstdag. Even lekker. Een blokje met Lady even lekker lopen. Heerlijk. Ja, en daar staat Leid. Heerlijk. Lekker in dat zonnetje. Dus het is gewoon lekker weer vandaag. Ja. En, ja. Vandaag even lekker in de keuken bezig zijn, denk ik. En wat nog meer, geen idee. We zullen het zien en wat de dag ons brengt. Ja. Misschien dat we nog even weggaan. Eventjes ergens lopen of zo. Ik weet het niet. Ik weet niet waar Ro zin in heeft. Maar Ro is het liefst in zijn eigen huis. Lekker thuis. Maar ja. Oké. Oh, dit is wel lekker, jongens. Hier. Nou, en nu hebben we dan even schaduw, maar oké, maakt niet uit, is helemaal lekker. En ja, mama is nog steeds ziek, dus voor mama nog steeds beterschap. Dus ik spreek er wel even elke dag om te kijken hoe het gaat met haar. Maar ja, het gaat niet helemaal goed nog. Het lijkt net of er nog een vliegtuig opstort. Maar ja, dus voor mama ook, ja, het is niet echt een leuke kerst voor mama. Zal maar zeggen. Nope. En dat was het eerste kerstdag. Ja. Toen wel, ja. Ja, toch wel, hè? Nu ook. Ja. Alleen straks niet meer. Nee, dat is over een aantal x uurtjes. Ja, dat klopt. Ik doe wel even iets, denk ik, even iets meer lichtje aan. Praat. Niet de goede kleur. Nee, dat is inderdaad niet de goede kleur mee. Zo. Ik ga wat doen. Dat vind ik leuk. Eens even kijken. Kerstman is geweest. Oh, alsjeblieft. Zo. En dan zal ik jullie even nog ergens anders weer neerzetten. Vind ik leuk, hè? Zodat jullie wat meer kunnen zien. Ja, vind ik leuk. Vind ik leuk, vind ik leuk, vind ik leuk. Zo. Ja. Kan ik er ook bij zitten. Zo. Zo, hè. Hij rooien. Hi, kerel. Oeh, ben jij nieuwsgierig? Kom maar, kom dan. Dit soort is. Niet zo uitpakken. Handig. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, hier en hier heb je ook nog plakband. Je hebt misschien een plakband losstaan. Jawel. Die kan er wel bij. Ja, maar zo gaan we niet te werk bij mij, dat weet je. Kan dan niet tegen. Is het thuis, dat is. Oh, wat mooi. Een handdoek. Een groot op. Dus nog eventjes hier afknippelen. Ja, straks. Dat is lekker. Kom zo. Lekker warm. Ja, precies. Nee. En zo. Nou, waar mag jij gaan staan en pakken? Nou, ik om de beurt, hè? Ik zit net. Ik kan ook drie cadeautjes pakken. Nee, zo gaan we niet te werk. Gewoon iedere keer om de beurt. Nee, want ik hoef geen dekentje. Ik hoef geen dekentje. Ik hoef lekker geen dekentje. Nee. Een dekentje wel. Kom hier.
Wel die warm, niet lekker warm. Hij is opgewarmd. Loop gasplaats, kom. Gas af. Nee, één te... Oh ja, ja, oké. Okay. Ik zie wel wat je doet. Kijk. Eentje voor je. Speedy? Ja. Yep. Eentje met Raki. Oké, okay. Dat is lekker een makkelijk. Je mag ze zelf uitpakken. Ja, aha. Met een koekoek jij. Alsjeblieft. Dank je wel. Gaan we eens even mooi uitpakken. Huh? Lekker, wat? Lekker laag. Loof, ga eens plaats. Kom eens hier op de bank. Kom. Loof, kom eens hier. Ja, stem maar. Loof, kom. 1, 2. Kom. 1, 2. Lopen. Kom. 1, 2. Goed zo. En lekker liggen. Ja. Oh, Lady gaat er op liggen. Goed zo. 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 Lekker. Omicron koekje. Ja, unicorn. Unicorn koekjes. Yay. Yay. Cookies. Helemaal top. Helemaal lekker. Omicron. Is even kijken. Oeh, voor Roderick en Karin, voor Karin en Roderick. Nou, dan mag jij hem openmaken. Samen. Jij de buitenkant weg. Zo. Deze cadeautje, die komt vanuit een helder vandaan. Ja. Okay. Jij die kant. Doe ik deze inderdaad. Doe ik deze kant. Kijk, ik maak het. En die kerstvrouw, die had heel veel pappapier over volgens mij. Blijkbaar. Shitje, mintjes. Calorie. Dus het is voor ons beiden. Dus, okay. Als jij nou die kant doet, doe ik deze kant. Doe ik deze kant nog. Dit is vast eraf. Nee, hier gewoon. Hier nog pakken. Zo, mag jij daar omheen? Dat voor iets? Ik ga eens even kijken. Oh, daar kun je dingen kleiner mee maken. Kleiner maken, oké. Okay. Ja, daar kun je mee snijden. In de keuken? Ja. De keukenprins. Zoals voor dunne schijfjes, voor dikke schijven, voor blokjes en staafjes en voor patjes. Oké, patatjes maken. Ja, dat kun je helemaal doen. Dank u wel. Kijk. Kerstman. Kom eens wat meer erbij. Duimpje omhoog. Zacht, hè? Hè? Daar ben je bij. Hier dan. Nog een keer. Hier nog. Hé, wat is dat? Car seat cover. Oké, een cover voor in de car seat. Mooi. Met nog een extra dingetje eraan. Maar wat is het even in het Nederlands? Het is een auto Seat overdekking. Voor je Seat is dat. Nee, dan moet je wel goed even... Oh, het zijn stoelen. Wacht even. Stoel overtrekken waarschijnlijk dan. Dat zou lekker zitten. Kijk. Het zijn dus stoelhoesen. Het is universeel. Mooi zwart is niet lelijk, zeggen ze wel eens. Voor jou. Dankjewel.
Oké. Dat is lekker. Ja. Dat is nice. Ja, precies bij maat. Dat is lekker. Lekker. Lekker, hè? Ik heb wel. Wat doen we nu? Huh? Moet ik nog een water komen? Wauw. Roderick is zo lief geweest om even de cadeautjesmand hier naartoe te doen. Ik lig even lekker hier een beetje te chillen. Maar ja, we hebben weer een pakketje voor Ro. Jee, hij mag weer uitpakken. Ondergoed. Een LX. Nou, dat is mooi. Dat scheelt je. Ja. Toppie. Leg mijn handen. En bij de glow in the dark sticks. Bijna nog. Ja. We hebben nog eentje voor jou. Oh, nee. Een zachte. Dit is te eten. Ja, misschien wel. Oude wapen. Oud wijf. Wijf, maar dat ben ik. Hè? Dat ben ik nog. Nee, jammer. Oude vent. Jonge heer. Jonge heer. Jonge, jonge, jonge. Ja, in je broek. Ga niet schelden. In je broek. Ja. Hier zo. Welke hier zo? Oh, die. Dat is handig toch? Aha. Die is lekker voor op de zaak. Wat is dat? De wijvenkoek. Oude wijven. Ja. Oud wijf. Ook erg lekker voor ook voor andere mensen. Daar zei ik al van oud wijf. Maar dat ben je niet. Wat? Meng. Dat is prima, is voor jou. Meng. Ja. Nou, Karen die slaapt inmiddels. En mijn moe van al het uitpakken van al die cadeautjes. Dus als je een greep in de mand doet. En er eentje uithaalt. Ik weet niet welke voor mij is. Die ene, met je naam erop. Ik heb ook gedicht, dan mag ik dan mijn greep pakken. Ja, dan pak jij maar één en kijk of het goed is. Nee, dat mag jij doen. Nee, dat is leuk, dat is een verrassing. Ja, nou met koekoek. Ja, die. Karin. Nou, dan ga ik maar eens uitpakken, hè, mensen. Ja. Oeh, lekker. Wat is er? Toch. Wat hebben we daar? Lekker. Lekker. Wat voor lekkers is dat? Nougat. De zachte nougat nog wel. Ja, nougat. Doe maar. Ben je er blij mee? Heel blij. Helemaal goed. Ah, blij. Ja. Dan mag je meteen het volgende cadeautje pakken. Ja, die. Nee, die andere. En ben je blij met je hoodie? Ik wel. Is de kleur goed? Volgens mij wel. Is de hoodie goed? Volgens mij wel. Oortjes goed? Ja, ook allemaal. Heel te. Oké, dit is voor jou. Nee. Ja. Ja, en deze moet je houden, want op je verjaardag en dan wordt alles duidelijk met deze. IJsje maken. Geen idee wat het is. Iets met een clip. Ja, daar is ik al, op je verjaardag dan wordt alles duidelijk. Geen idee hoe dit werkt. Het hoort en bij een ander pakket, maar ik had zo snel. Ja. En maar daar is ik al op en op je verjaardag en dan wordt alles duidelijk. Er zitten schroefgaatjes in volgens mij. Kun je eerst tegen een muur gaan maken of iets anders? Nee. Dat is niet een dingetje wat je niet open krijgt. Ja, en die krijg je wel open, maar hij gaat heel stroef. Oké. Jij gaat heel stroef. Kun je dit openklappen?
Kun je hier soepjes in maken? Nee. Ja, dat kan. Ja, dat kan allemaal, maar daar is het niet voor bedoeld. Dit klappelen. Ga je maar lekker een paar dagen denken van waarvoor dat is. Een paar dagen, een paar is twee. Tot en met de 30 december mag jij nagaan denken. Een hele week aan denken. Wat ik hier nou mee aan moet. Maar ik weet het wel, maar ik zeg niks. Heb je er geen blauwe van? Nee. Jammer. Dat dan weer wel. Een lekker stoel. Ik kan er iets in klemmen. En dan vastzetten. Zodat het niet afbreekt natuurlijk. Nee. Geen idee wat ik daarmee aan moet vangen. Zo, ik doe het even zo, want dan zie ik veel meer. Zo, vind ik veel leuker. Dit hier, wat hier ligt, ja, dit en dit kippie, dat geeft de roos zo meteen aan de hondjes, ja. Hé, luid, en wat ben ik aan het kijken? Hey, ja. Yeah. Wat doe normaal? Sacho. Wel eens zitten, hè? Oeh, waar gaat papa het geven? Oeh, daar. Voor jou. Een stukje voor jou. Je gaat wel beter dan. Jullie nooit wat krijgen ook, hè? Zie je het? Dat is voor jou. Jij moet er nog vergroeien. Hello, Beaut. Letterlijk en vergruwelijk. Alleen zo ziet het er niet uit, maar het is wel zo. Hè, schat? Mm-hmm. Ja, precies. Oh. En mocht jij nog een gevuld eitje willen, dan pak je er maar één nog. Of twee. Of zes. Of acht. Of tien. Spiddo. Miauw. Sinds wanneer ga je praten in de vlog? Bolle. Want je bent bijna 6 kilo op en op 100 gram na. Dus, en toen, dames. Dus als je nog een gevuld eitje wil, mag je die heus wel pakken. Dan zijn ze niet en niet meer lekker, denk ik. Ja. En de koelkast? Dat zou kunnen. En anders neem er nu even eentje. Ja, prima. Dat bedoel ik. Ja, dat ruim ik nog allemaal op. Moppedop. Dus, ja. Hé, Spiet? Zo, dat was alweer onze eerste kerstdag. Ook jullie eerste kerstdag. Ik hoop dat jullie leuke dingen hebben gedaan. Wij even gewoon lekker thuis blijven. Lekker knus, lekker op de bank. Heerlijk. Kan ook allemaal. Lekker met cadeautjes. Jullie hebben het kunnen zien. We hebben genoten. En we hebben lekker hapjes gehad. Mocht je mij nog niet volgen op Insta, dat ken het altijd. Gewoon dolfijntje met twee keer x'jes. Ik zal mijn Insta eventjes ook hier even onder zetten. Dus ja, ik zou zeggen, heb jij met volle teugen genoten uit deze vlog? Ik zou zeggen, vergeet dan het blauwe duimpje niet omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren. Laat een leuke reactie achter. En dan, ja... Zien we jullie morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. En vergeet het belletje niet. Hey, dankjewel voor het kijken. Doei!